bent er bijna, je kan het! Ja! Nog 8 kilometers, jongens! Yo, hoe heet hij? Ze lopen weer! Oh nee. De marathon van Amsterdam komt dwars door de Javastraat, over het Javaplein. En dat betekent dranghekken, juichende mensen langs de kant, helikopters, live op tv, Tour de France-achtige praktijken. En ik dacht de avond ervoor, hey, horen daar niet van die leuzen bij op de weg? Zo van, go Michael Bogert! Precies. Jaffa, Jaffa. Deze jongeman blijft 1 jaar lang in zijn straat. De Javastraat in Amsterdam-Oost. De mooiste straat van de Oranje. Leuk idee, maar na 20 minuten zag het er zo uit. En de volgende ochtend zag het er zo uit. En we hadden het verkeerd omgeschreven. In ieder geval hadden we het gezellig met elkaar. Hier eronder, onder de nummer staan de namen. Kijk, dit is Thomas. Goed zo, Thomas. Jij komt van je bed uit, gewoon speciaal om hier te gaan klappen. Elk jaar. Ja, echt? Ja, elk jaar. Wow. Vroeger met mijn vader en nu... Ja, staat hij op een ander punt te kijken. Ik hier. Okay. Ja, ik zit altijd te bedenken wat voor een prestatie dit gewoon is. Gewoon, ja. Ik ben zelf sportdocent, dus ik vind altijd, ja, het is ook voor mij een soort van emotie, net als de Olympische Spelen. Zo vind ik echt heel mooi om te kijken. Let's go voor de dames! Kom op, dames! Vroeger werd ik door mijn vader gemotiveerd om mee te gaan. Vond ik het nog niet zo leuk. Maar nu... Maar nu vind je het wel leuk. Ja, ja, vroeger was het zo'n verplicht ding, weet je wel. Of tenminste verplicht. Nou, we gaan kijken, jullie gaan... Nee, nou oké, okay, ja. Is wel leuk, maar het springkussen bij wijze van was leuker. Ja. En nu vind ik het echt... ik vind het gewoon echt mooi om naar te kijken. Hoe kan je dit volhouden? 42 kilometer. Maar welke marathon is dit eigenlijk? De marathon van Utrecht. Ik vind het ook altijd een soort van motivatie voor jezelf weer, als je dit ziet. Deze mensen rennen gewoon 42 kilometer aan één stuk door. Ja. En als je bedenkt wat dat mentaal en fysiek van je vraagt en hoe lang je daarvoor traint, wat er allemaal bij komt kijken. En dan, nou ja, het mooie wat je eromheen ziet, de mensen die komen aanmoedigen, dat vind ik heel, heel mooi. Die... Kom op, Adrie! Is dat nog een Adrie? Maakt niet uit, gewoon. Kom een Man in blue! Come on! Kom op, oh, wie is dat? Jurgen! Kom op, Jurgen! Superman! Ja, ik woon daar, precies boven de Veebo, op het hoekje. En vanochtend, om hoe laat werd je wakker? Vanochtend werd ik om 1 uur wakker en er waren een beetje wat tuig of zo. En die zaten hier midden op straat, zaten ze wat letters te schrijven en een beetje gezelligheid te creëren. Nou ja, daar werd ik wakker van en toen dacht ik, wat is gebeurd? Ben je wakker van ons? Ja, ik werd wakker van jullie. Oh. En toen dacht ik, wat gezellig, ik ga stiekem filmen. En ja hoor, wie was het? Jaffa, Jaffa. Ja, dat was ook niet echt heel erg subtiel weggewerkt, hè, die boodschap. En toen ging ik weer verder slapen en toen werd ik 6:30 wakker. En toen ben ik door het park heen gaan lopen, ben ik thuis even koffie gaan drinken. En toen ben ik naar de sportschool gegaan. En toen dacht ik, oh, ik ga genieten van mijn rustige zondag. En toen... En het was volgens mij om... Wat wist jij? 10 uur, 11 uur. Ja, ik wist het wel, maar ik had natuurlijk het podium zien staan. Maar ik dacht, ja, die gaat aan het einde van de dag een beetje gezellig
Maar nee hoor, meteen vol gas. Vol gas. En nu zijn ze gestopt. En nu zijn ze gestopt, terwijl ze juist nu moeten spelen. Ja. Lucas! Hey, je had hem goed. Kom op, Johannes! Ah ja! Kom op, Jeanette! Dit is echt mijn nieuwe favoriete spel. Gewoon die namen lezen en gewoon schreeuwen naar ze. Mensen fleuren echt op. Ja, echt mooi om te zien. Kom op, Sarah. Kom aan. Ik vind wel mensen met hele moeilijke namen vind ik ook lastig om aan te moedigen. Want ik zie het gewoon niet. Ik vind Jan en Piet en zo, dat... oh, die heeft het nodig. Maximilian, je kan het, jongen. Tot de max, hè. Laat je niet gek maken. Abonneer nu op Jaffa Jaffa! Nog 320 dagen, jongen. Dat zijn nog een heleboel dagjes.